Hallo lieve Ram, welkom bij jullie maandreading voor april 2024. Nu is het eigenlijk een bonusreading omdat er eerder in maart ook een video online is gekomen wat voor alle sterrenbeelden was voor maart en april. Ik zal deze link in de berichtenbox hier beneden, zodat je eventueel, mocht je die nog niet gezien hebben, altijd een kijkje daar kunt nemen. Wellicht zit er een extra boodschap in of herkenbaarheid van een item in jouw leven. Mocht je als zonteken aan het kijken zijn, maanteken, venusteken of iets in jouw andere geboortetekens, wees welkom. Ben je als crosswatcher aan het kijken, kijk dan even welke tijdlijn voor jou bestemd is of voor de persoon voor waar je aan het kijken bent. Neem alleen het stukje mee wat van toepassing is. Laat de rest lekker los. Ga het niet passend maken. We gaan dus kijken wat er in april naar voren mag komen. Nu is er in het energetisch veld heel veel aan de hand. Zo hebben we natuurlijk net de maansverduistering gehad met de volle maanenergie. Nu gaat er nog een zonsverduistering plaatsvinden begin april bij de nieuwe maan. En we hebben Mercurius die retrograde is gaan lopen vanaf 1 april. Of die gaat retrograde lopen 1 april. Nu is het nu al voelbaar in het energetisch veld. Dus op communicatievlak kun je best wel het een en ander gaan ervaren. Het stukje denken ook zal daar een meespelen. En nu hebben we nog natuurlijk die lente-equinox die gestart is. Daarbovenop krijgen we ook nog de gewone engelenpoortdagen die actief zullen zijn. Heel veel dus aan de hand. We gaan dus vandaag kijken wat er naar voren gaat komen voor jullie lieve Ram. Welk onderdeel we aan gaan prikken durf ik nog niet te zeggen. Bij veel van de andere tekens is het zo dat er toch wel het stukje zelfontwikkeling verder naar voren gaat komen. We hebben hier niet voor jou, maar kaart 6. 6 voelt voor mij ook wel het stukje liefde. Dat er op liefdevlak iets niet voor jou bestemd is. Maar we gaan eens even verder kijken. We hebben de Hummingbird Spirit, Be Here Now. Dus echt in het nu zijn, in het hier en in het nu zijn. Kaart 7 is ook wel het stukje wijze raadgeven van het spirituele. Hè? Het connecten vanuit het hogere goed. Bepaalde gevoeligheid wat daarin meespeelt. Maar ook dat je oplet wat jouw negatieve belastbaarheid is. Een stukje helende kracht mag je in jezelf gaan ontdekken. Zodat jij in gaat zien waarom er iets niet voor jou bestemd is. Ik heb die kaart nog niet heel vaak uit het deck gehad. Het is heel mooi dat deze en vandaag bij jullie uitkomt. En we hebben de Grasshopper Spirit. Nou heb ik deze kaart bij de kreeft en de leeuw ook gehad. Bij de kreeft... Ik had eerst de kreeft gedaan, daarna de leeuw. En toen lag hij omgekeerd en dan lag een andere kaart al open. En toen had ik zoiets van, hey, dat is toevallig. Was ik eigenlijk een beetje enthousiast. Dat ik zoiets had van, oh, dezelfde kaart. En toen ging ik lezen. Ik dacht, oh nee, dat kan niet. En toen draaide ik hem om en toen was het ook deze kaart. Dus het zou zomaar kunnen zijn, lieve Ram, dat jullie ook in de kreeft en de leeuw reading een boodschap hebben zitten. Take a leap of faith. Dus het is echt wel dat jij in je kracht mag gaan staan. De kroon is ook wel een stukje macht terug gaan nemen in jouw leven. Dat de richting waar je in zit nu de juiste zal zijn. Maar dat kan alleen als jij in het hier en het nu bent. En niet zozeer met het stukje verleden bezig bent. Of met het stukje misschien connecten met iemand wat in het verleden is geweest. We pakken nog een engelentherapiekaart erbij als aanvuller. Voor deze energiestromen. Heb je de engelen al om hulp gevraagd? De engelen willen je met deze situatie behulpzaam zijn. Ze vragen je echter wel om toestemming voordat zij zich met de keuze van je vrije wil gaan bemoeien. En dit is wat ik al vaker zeg. Hè? Je kunt ondersteuning krijgen, alleen mag je dit zelf wel in werking zetten. Want ze zullen dit niet uit zichzelf, net als beschermengelen is natuurlijk anders, maar dit aspect is gewoon van roep engelen aan, dan zul je ook gewoon daarop ondersteuning kunnen krijgen. Maar we gaan eens even met de tarot verder kijken voor jullie lieve Ram. Wat mag er naar voren komen voor deze aprilmaand? Een beetje vertraging op de lijn, een beetje onrustig en onstuimige energie. Oké, wat mag ik hier aan toevoegen? We hebben Justice.
Nu is het zo dat Mercurius ook in de retrograde stand een beetje ja, wat negatieve effect kan hebben op het stukje contracten tekenen, oponthoud. Waarbij je dus bepaalde elementen ja, goed door mag gaan lezen, de kleine lettertjes lezen. Het stukje miscommunicatie kan er een onderdeel van zijn, hè. Schaduwperiodes die daar ook mee gekoppeld zullen zijn. Er speelt heel veel. Dus mocht jij in deze periode iets moeten tekenen. Of er gaat een document onder je neus komen. Waarbij je zoiets hebt van, oh, maar dit klopt niet. Laat iemand anders meelezen. Vooral als het in een juridische taal staat. Dan is het natuurlijk altijd wel wat lastig. Kan ook zijn dat het misschien te maken heeft met een scheiding. Convenant tekenen voor de kinderen. Geen idee, hè. Of het tekenen van een huis of wat dan ook. Vraag de engelen om hulp om jou ook te beschermen. Blijf het vertrouwen houden dat het juiste naar jou toe mag gaan komen. Stukje balans terugvinden, nieuwe herkenning. Nu zie ik hier ook weer die kroon terugkomen. Het stukje macht terug gaan nemen van jezelf. En dan niet in de zin van fysiek de kracht. Maar gewoon het stukje balans. Het energetische deel. Dan krijgen we de 8 van munten erbij. Dat geeft ook al het stukje vastberadenheid. Hè? Het stukje vakmanschap wat je leert te creëren met de energiestroom. Kennis opdoen wat je hebt gehad. Nu krijgen we de 2 van bekers ontzettend vaker uit. Want jullie zijn denk ik nu ongeveer de 6e in rij die ik opneem. En het gaat eigenlijk bij heel veel mensen om het stukje balans in jezelf. Die divine... Zie je, ik kom niet eens meer uit mijn woorden. En dat is ook een onderdeel van die Mercurius retrograde. Kom dan weer even terug in je basis. Laat het dan weer even stromen. Want dan voel je ook gelijk weer dat je niet goed geworteld bent. Maar dat je meer in je bovenste chakra zit. Ik bedoelde te zeggen die union in jezelf. De balans, die yin-yang energie. Daar ben je aan het werk, lieve Ram. En als je dit ook gaat creëren of hier ga je naartoe werken. Zul je ook merken dat er meer ruimte gaat komen voor wie jij werkelijk bent. Voor sommigen kan het zijn dat er ook een bepaalde gedachte of verlangen van vroeger weer geactiveerd gaat worden. En dit hoeft niet pertinent te zijn dat er een oud persoon of een persoon van vroeger weer in je leven komt. Maar dit voelt voor mij meer in de zin van dat je iets weer op gaat pakken waar je vroeger warm van werd. Waar je vroeger... het geluk... mee ervaren, maar door een bepaalde vertraging op de lijn 6-6, het stukje, ja, het kan te maken hebben dat er misschien een verbinding is geweest, een romantische relatie die dus niet zuiver was, die dus beëindigd gaat worden, waardoor er geen harmonie in jouzelf was, maar dus nu wel gaat komen. Dit komt door onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Zorg er dus ook voor dat er een vertraging die op de lijn zat, wat te maken heeft met hartzeer, nu veranderd kan gaan worden. Iemand heeft lang vastgehouden aan een patroon of situatie. Daar ga je nu dus doorheen. En dat is het stukje niet voor jou. Want we krijgen daarnaast ook de aas van staven. Dus een nieuwe mogelijkheid, een nieuw vuurtje. Wat dus vroeger misschien al actief was in jouzelf. Misschien al had je zoiets van, oh, ik vind dit leuk om te doen. En dat mensen om je heen zeiden, ja, maar dat brengt geen brood op de plank. En je bent maar een opleiding gaan doen omdat dat brood op de plank ging brengen. Maar werd je daar echt gelukkig van? Je gaat weer terug even naar een bepaalde jeugdsentiment. En dat kan zijn dat het te maken heeft met de locatie. Het kan zijn met een activiteit. Of een herinnering. Of een persoon. Dat zal voor iedereen dus anders zijn. Maar iets wat jou weer inspiratie gaat geven om op dit nieuwe pad verder te gaan wandelen. Een pad wat pijnlijk is, zal beëindigd gaan worden. Waarbij jij dus de kennis die jij al die tijd eigenlijk in die loop... Je bent continu in dat rondje blijven draaien. En elke keer in dat rondje kreeg je nieuwe kennis. Maar ook een les weer... Nou, je hebt hem niet geleerd. Oké, je krijgt hem weer opnieuw. En weer opnieuw. En weer opnieuw. En zo jaren en jaren misschien wel lang. En op een gegeven moment heb je zoiets van... Oké, ik zie de clue. Ik weet wat ik nu mag doen.
Ik kies voor mezelf. Ik blijf dicht bij mezelf. Liefde voor mezelf is het belangrijkste begin om überhaupt ook liefde voor een ander in die hogere vorm te kunnen gaan krijgen of geven. Onderkant daar krijgen we de lovers. Ook de lovers komt heel veel naar voren. Voelt voor mij echt niet dat het alleen maar op het romantische liefdesvlak is, maar de liefde voor jezelf. Dat je jezelf voorop stelt, dat je van jezelf gaat houden en ook de ruimte geeft voor jezelf te ontwikkelen. We krijgen de twee van staven in combinatie met de ridder van munten. Onderkant dek krijgen we de drie van staven. Dus alles wat er nu in werking is gezet, zorgt er dus ook voor dat je nieuwe stappen gaat zetten, wat een nieuwe richting gaat bepalen. En alhoewel dit misschien langzamere stappen zijn, gaat de energiestroom wel versneld worden als je er aan toe durft te geven. De scheepjes zijn al naar je toe aan het varen en hier ben je toch nog een beetje in die afwachtende positie. En dat voelt voor mij omdat jij de energie zo ontzettend prettig vindt, waarbij je je balans hebt weten te vinden. Waarbij je hebt leren, jezelf hebt leren kennen, jezelf hebt leren ontdekken. En dan ga je weer langzaam op jouw pad wandelen met de kennis die je hebt opgedaan, met de energie en vertrouwen dat je passie weer gaat komen. Een stukje inspiratie wat met zich meespeelt. Het kan dus te maken hebben dat het al veel dichter bij je ligt als dat jij in de gaten hebt. Je kunt het oppakken. Het ligt eigenlijk voor het oprapen. Alleen is er dan toch een bepaalde stagnerende energie die dan weer naar voren gaat komen. Dat heeft te maken met het stukje verandering wat misschien plaats kan gaan vinden. Het kan zijn dat er iemand weer met jou in contact probeert te komen. Iemand waarmee jij een blokkerende energie kreeg. Of waar jij een blokkerende energie van kreeg. Mag ik hier nog wat over weten? Paasje van zwaarden. Ja. Kijk eens, onderkant dek krijgen we de koningin van bekers. En we krijgen de gehangende op kop. Dat is eigenlijk wel heel erg interessant, want de persoon die heeft een gemiste kans met jou gehad. En die gemiste kans heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, dat er ergens een stukje loslaten vanuit de ander moeilijk is geweest. Deze persoon wil eigenlijk toch, die heeft inzichten gehad en ziet nu dus ook in van oké, jij bent zelfstandig. Ben je als man of vrouw aan het kijken, kan beide jouw energiestroom zijn. Hè? Want we hebben yin-yang energie in ons eigen energiestroom zitten. Die persoon, jij bent verder op je pad aan het gaan en dan krijg je toch weer even een les op je pad. Dit is eigenlijk jouw triggerpoint. Wat heb je geleerd van wat er nu allemaal gaande is? Wat heb je geleerd van de verbinding? Kan ik hier iets mee? Mag ik hier iets mee? Of kun je het gewoon loslaten? Intuïtief zul je dit in gaan voelen. En als je dit in gaat voelen, zul je dit ook wel merken wat je met deze situatie aan mag. Voor de een is het om daar weer een les uit te halen. Voor de andere is het om dicht bij jezelf te blijven en in je kracht te blijven. Jij bezit de kracht. Jij hoeft niet meer over je heen laten te lopen. Je kunt dit met oprechtheid ook uitspreken. Alleen het is natuurlijk aan jou of je dit gaat doen. Dat kan niemand voor jou bepalen. Je hebt zelf de intelligentie, je hebt zelf de communicatievaardigheden tot je genomen. En dit is dus ook wat je dan kan doen. Wees wel oprecht en eerlijk naar de persoon toe. Als deze persoon bijvoorbeeld met jou wil connecten en je hebt zoiets van, nou echt niet, ik voel dit niet meer. Spreek dit dan ook gewoon uit. Al ben je misschien bang om iemand voor het hoofd te stoten. Soms is dat gewoon zo. Maar soms vul je zelf ook al iets in wat niet nodig is. We krijgen bij heel veel readingen de koning van bekers eruit. Voelt in het collectief veld vooral ook dat je in een bepaalde stroming gaat komen van balans, geluk, stabiliteit, het houden van het leven. Vooral in combinatie met die twee van bekers voelt het voor mij dat er voor velen het stukje nieuwe energie Waterman tijdperk waar ik het begin van het jaar over had, hè, waar die video van online is gekomen, dat gaat nu steeds meer in je systeem ook voelbaar zijn.
het stukje toxische wat afgesloten kan worden. Het ontkoppelen van oude patronen. Doorbraak van karmische loop. Of wat dan ook. Hè, wat ik hier zojuist ook al zei. Het torenmoment wat eerder is gekomen. Zorgt er dus ook voor dat jij nu in je balans en stabiliteit kunt gaan komen. Waarbij jij dus jouw wensen uit laat spreken. Waarbij jij eigenlijk jouw herstel in werking hebt gezet. Waarbij oude patronen in zicht zijn gekomen. Waarbij je de sleutel hebt gepakt naar dat nieuwe stukje toe. Om naar binnen te treden. Om in te zien van oké, dit is aan de orde. Dit is voor mij bestemd. Want vuurelement is natuurlijk best wel veel kracht en intensiteit. En nu ga je ook meer het stukje stabiliteit opzoeken. Ook een stukje emoties aanprikken. Voelen wat voor jou bestemd is. Nu krijgen we natuurlijk hier de mannelijke energie. Met de lente-equinox heb ik natuurlijk ook aangegeven van we treden ook meer naar buiten. De energie verandert ook weer van de yin-energie naar de yang-energie. Maar het is juist ook belangrijk om die stabiliteit te behouden. Om het lichtje af en toe weer naar binnen te schijnen. En vooral te gaan voelen, wat heb ik nodig op dit pad? Wat kan mij verrijken en wat mij niet meer verrijkt? Kan ik dit loslaten? En zo ja, hoe kan ik dit loslaten? Wat is de les erachter? Mag ik hier iets mee of niet? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die jij jezelf kunt gaan stellen. En door die vragen aan jezelf te gaan stellen, zul je ook jouw intuïtie verder aan gaan prikken. En zul je meer kennis tot je gaan nemen hoe je in deze situatie ook bepaalde gevoelige energiestromen in balans kunt gaan krijgen. Want het is echt belangrijk om ook de komende periode meer je kracht en balans te gaan neerzetten. Dingen te gaan doen waar jij blij van wordt. Dingen te doen waar jij je stabiliteit van behoudt. Het vlammetje in jezelf weer activeren. En dat allemaal omdat jij je hebt al genoeg voor de kiezer gehad. We hebben de 3 van zwaarden in combinatie met de 6 van zwaarden en de maankaart. Ik neem ze heel even mee. Ik leg ze heel even hier beneden neer. Er is dus ergens een pijnlijke situatie geweest waarvoor jij vertrokken bent. Of waardoor jij dus uiteindelijk de keuze neemt om daaruit te gaan stappen. Of je bent er al uitgestapt en je zit al op dat bootje naar die vernieuwing toe. En dit allemaal om jouw ware potentieel te leren kennen en ontdekken. Dit gaat wel gepaard met wat strubbels. En nu is daar de energiestroom ook wel voor dat er wat strubbelingen zullen zijn. Denk aan bepaalde zelftwijfel, onzekerheid, maar ook conditioneringen wat anderen naar jou projecteren. Van, zou je dat nou wel doen? Je zit zo fijn en je hebt het zo goed en bla 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 bla. Nu zijn er projecties vanuit de buitenwereld naar jou toe. Dit hoef jij niet naar je toe te trekken. Dit kun je naar je toe trekken, maar wat bereikt jou daar dan? Wat is jouw... Wat voor voordeel heb je daarmee? Ja, geen één. Dus laat dat dan ook los. Een stukje maanenergie is dus echt ook het stukje loslaten. Bepaalde geheimen kunnen naar de oppervlakte gaan komen. Maar vooral jouw intuïtie laten spreken. Nu kan het dus zijn dat mensen dus jou misschien iets voor willen schotelen. En ga je hierop mee, ja of nee? Dat is natuurlijk aan jouzelf. Zijn basisbegrippen waarmee jij jouw kennis van jouw eigen ik leert ontdekken. Nu is het transformatieproces best wel intens. En voor iedereen is dit anders. Je eigen leren kennen is voor iedereen anders. Maar het vertrouwen hebben dat jij die vernieuwing in mag springen. En ook daar voor open gaat staan. Take a leap of faith met die grasshopper. Dit is waar het naartoe gaat. Dit is wat jouw doel is. Ik zal eens nog wat andere kaarten erbij pakken. Even kijken, dit pak ik er even bij. Dus in april zul jij nog best wel wat intensiteit zullen ervaren in de zin van weerstand. Die weerstand kan en uit jezelf komen, maar ook van buitenaf van jou. Nu is het natuurlijk aan jou, ga je erin blijven hangen of... Kies ik de weg naar binnen en kies ik voor mezelf. Want de sleutel ligt daar al voor je. Maar er zijn mensen in jouw omgeving die jou proberen klein te houden. Die jou niet het licht in de ogen gunnen om te gaan groeien. Die jou dus niet los kunnen laten. Terwijl jij wel al naar die vernieuwing aan het gaan bent. Is het voor jou ook jouw les hieruit te halen.
Hoe kan ik hier mijn geduld in bewaren? Hoe kan ik hier mijn balans in creëren? Wat is de oplossing om dit niet meer toe te laten? Dit is om dan naar binnen te treden en letterlijk je eigen af te schermen voor die lagere trillingsenergieën. Want mensen, als ze dit niet gunnen, is het een teken dat er toch bij hun iets zit wat jou kan omlaag trekken. Je eigen stabiliteit neerzetten zal ervoor zorgen dat jij iets nieuws kunt gaan creëren. Het is wel zo dat jij hieraan mag blijven werken. En die nieuwe mogelijkheden die er liggen, dat je dat dan ook aan gaat grijpen. Want als jij ze niet aan gaat grijpen, kan het ook zijn dat ze jou weer de deur voorbij gaan. En dat je weer een ronde van karmische loop mag afwachten totdat er weer een nieuwe kans gaat komen. Nu zeg ik al de hele tijd dat eclipse seizoen is gestart. Die 6 maanden, doe er echt je voordeel mee. Want je kunt in de positieve zin hier je voordeel uithalen. We krijgen de page van bekers erbij. De page van zwaarden. En we krijgen de lovers. Maar dit voelt voor mij in... de liefde voor jezelf. Maar even kijken. Wat mag ik nog over de lovers weten? Lovers. Doodkaart. Oké. We krijgen weer die... judgments. Of justice. Het nieuwe pad zal intens zijn. Zal stap voor stap gaan. Met vallen en opstaan. En op het moment dat jij al op dat nieuwe stuk bent, kan er iemand uit het verleden weer naar je toe gaan om bijvoorbeeld de liefde uit te gaan spreken. Maar dit is een einde. Dit is al een. Dat dient afgerond te worden. Want anders blijf je in dat cirkeltje door en door en door en door en door. Word jij daar gelukkig van? Nou, ik geloof het niet. Ja, het is wel jouw eigen les om dit te leren ontdekken. Nee, je brandt ervan op. Als jij hierin blijft hangen, brand je helemaal op. Dan ben je leeg van binnen en dan heb je niks meer. Kies je wel voor jezelf. Wat dan? Dan gaat jouw innerlijke vlammetje weer branden. Dan ga je nieuwe kennis opdoen. We hebben ze hier nou alle 4 liggen. Alle paasjes liggen nu hier op tafel. Van elk aspect zul jij vooruitgang gaan zien. Kreeftenergie komt hier op tafel. Dus waterelement kan een onderdeel zijn op het emotionele vlak. Onderkant dek krijgen we de 10 van munten en de 8 van staven. In combinatie met de keizerin. Dus de tijd gaat komen dat het tij gaat keren waarbij jij in de positieve zin aan jezelf gaat werken en blijft werken. Dit zal nog wel wat conflicten met zich mee gaan brengen, maar van de andere kant, op dit hele nieuwe pad waar jij gaat bewandelen, zul jij in alle aspecten van jouw levenspad kennis gaan opdoen. Ga je op elk aspect nieuwe kennis toepassen. Hier ga jij een vooruitgang in creëren. Dit heeft met jouw grenzen bewaken. Dit is met jouw energiestroom. En vanuit daar zul je echt nieuwe intenties kunnen gaan zetten. Veel boodschappen zul je door gaan krijgen vanuit de hogere hand. Waarbij je dus eigenlijk op een moment gaat komen van de divine timing. Dat het element naar jou toe mag stromen. Op welk vlak dan ook. Hè? Of nou het stabiliteit is op materie. Communicatie. Het vurige in jou of op het romantische stukje of het verbinden met iemand. Op elk aspect kan er verandering plaats gaan vinden, mits jij uit een oude situatie weet te breken en dit weet te doorbreken. Dus kennis opdoen, dit eigen maken. Dus al die stapjes als leerling ga je weer je eigen meester in worden. En vanuit daar kun jij gaan groeien naar de keizerin. En kun jij weer het nieuwe leven omarmen. Lieve Ram, bij deze sluit ik jullie reading af voor de maand april. Laat vooral een berichtje achter of een like als dit jouw video is. Kijk anders even nog bij de andere video's die ik in de berichtenbox heb gelinkt. En dan wens ik jullie een mooie aprilmaand toe en tot de volgende video. Doei doei!